Ja, de vrienden in Deventer en omstreken, die hebben hem al gezien natuurlijk. Ja, Sam Beukema zelf. En in Alkmaar. Ja, hij komt eraan. Komend seizoen. Ja. Zeker. Ja, zeker. Hey, Harry. Hey, hallo man. Hey, vertel eens even. Kijken we naar het Nederlands elftal? Uiteraard. 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 En kijk je dan alleen als je zit te kijken of niet? Of? Ik heb de eerste wedstrijd heb ik alleen gekeken. Ja? Maar de volgende wedstrijden ga ik denk ook wel met wat vrienden kijken en misschien wat familie. Oh, was dat niet een beetje saai in je eentje? Of hou je daarvan? Lekker in je eentje kijken? Nee, ik ben enigszins kind ook, dus ik kan best wel goed op mezelf zijn. Ik voel het wel lekker. Ik kan wel lekker even goed kijken, ook een beetje analyseren. Wat doen ze nou precies? Dat vind ik wel leuk. Oh, oké. Okay. En jij kan goed met jezelf opschieten, er is niks aan de hand, lekker, ja? Nou, is het zo, ja? Ik hoop me wel, hoor. Ja, zeker. Ik vind het juist heerlijk om op mezelf te zijn. Oh, kijk. Ja, Sam vindt Sam wel een leuke gozer, of niet? Ja, die gaat wel heel ver, maar ik kan... Nou ja, ik vraag het maar, weet ik veel. Nee. nee, maar... Nee, ik kan gewoon heerlijk op mezelf zijn. Ik woon nu sinds kort ook hier richting Alkmaar. Ik woon in Amsterdam en David heb ik helaas moeten verlaten. Jij hebt ook je favoriete opstelling, of niet? Ja, tuurlijk. Nou, die wil ik niet weten. Nou, kom op. Dan zou ik dan even beginnen met op goal Marco Bizot. Bizot in het doel, daar beginnen we mee. Ja. Oké, dat is één. Nou, goed. En dan gaan we door. Achterin speel je met we vijf. We gaan uit van een 5-3-2 opstelling, toch? Wat jij wil. Jij bent de bondscoach. Jij bepaalt. Ik ben de bondscoach. Okay. Ja, jouw ideale opstelling. Als daar toevallig met 5 kan, dan doen we het met 5. Als jij zegt, nou dat doe ik niet. Ik speel met 4, dan spelen we met 4. Punt. Oké. Ja. Ik hou wel nu vast aan die 5. Dan doen we Dumfries, die het echt goed heeft gedaan tegen Oekraïne. Oekraïne natuurlijk rechtsback. Oké, die laat je staan. Dumfries blijft. Ja. Oké, dan gaan we door. Dan doen we rechtscentraal. Doen we De Ligt. Ja. In het midden De Vrij en links Daley Blind. Oké. Okay. Dus en dan doen we... Dan zijn we met 4 man achterin. Nee. En dan links, linker wingback is dan Owen Wijndal. Oh, naast Blind. Komt u... Ja. Wow, dus 5 man achterin. Ja. Oh, dus jij steunt het wel, dat 5-3-2. Dat zei ik toch. Ik vind het wel mooi. Ben je het mee eens? Jawel, ik vind het wel mooi. Jij vindt het mooi? Oké. Ja. Dus jij speelt met die 5 achterin. Goed. Mm-hmm. Dan komen we op het middenveld, met die 3. Ja. Nou, dan met Frenkie. Lijkt me logisch. Ik vind Martin de Roon ook wel echt gewoon een hele nuttige speler. Oké, dus die blijft staan. Daar hou ik wel van, dus die blijft ook staan. Ja. En dan, even kijken. Dan moet je uit een heleboel kiezen, hoor. Ja. Ja, goeie dag. Die heb je allemaal niet. Hè? Ja. Voorop, dan zou ik... Ja, ik zou denk ik op 10, zou ik dan misschien wel Memphis zetten. Nee, we hebben pas 2 man op, 2 man op het middenveld. Nee, je moet een derde bij. Ja, moet er 3, ja. Ja, 5-3-2. Ik hoef je toch niet alleen te leren. Ik hou snel naar voren. Goeie god, 5. Oh, Gini natuurlijk. Gini. 2. Wijnaldum. Ja, dat krijg je ervan. Dat hebben ze in Deventer. Dat kunnen ze niet rekenen in Deventer. Hé, luister. Sam. Ja, pas 2 op het middenveld. Ja, Wijnaldum komt erbij. Oh, Wijnaldum komt erbij. Dus Gravenberg en noem het allemaal maar op, allemaal aan de kant. Die doen die bij jou niet mee gewoon. Ja, ik vind het wel... Eerlijk is eerlijk. Nee. Ja, die doen niet mee. Doet niet mee. Zit op de bank. Gravenberg doet niet mee. Nee. Fijn. Dus we hebben dus op het middenveld hebben we nu staan... even denken. Wijnaldum. De Roon. En Frenkie de Jong natuurlijk. Nou, ja. Goed. Nou, dan gaan we door naar voorin. Voorin. Memphis. Memphis Depay natuurlijk. Ja. En daar heb je ook een enorme keuze. Ja. Die, ga je dan toch voor Wout Weghorst? Of ga je dan toch voor een... Malen. Een Donjan Malen. Of ga je voor Gakpo. Of Berghuis, Gakpo. Ja, weet ik veel wat je allemaal kan kiezen. Zeg het maar.
Ja, ik kies zelf voor... Zijn stoel te draaien, je ziet ja, het. Ja, ik zit helemaal ja, ja, nee, kies... ja, ja, ik zie het toch, Sam? Je ziet ineens krijg je dit, weet je wel. Ja, ineens, ja, Sam. Ja, ik heb mijn keuze wel gemaakt, Harry. Dan kies ik... Ik kies dan voor Wout Weghorst wel. Toch voor Weghorst? Ja, sorry. Ja. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind het toch niet echt een speler voor het Nederlands elftal. Het spijt me verschrikkelijk. Nee, maar ik vind het een leuke gozer. Het is een aardige voetballer. Ja. Maar? Ja, ik vind het gewoon zo mooi dat hij zoveel passie en karakter met zich meebrengt. Zo. En dat miste ik wel eens af en toe bij Nederland. Ja, maar ja, zo ken ik hem wel meer voetballen, hoor, met passie en dit. Ja, maar ja... Bij FC Groningen lopen ook wel knokkeltjes op het middenveld en die dit doen. Maar hey, die zijn niet geschikt voor het Nederlands elftal, Sam. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar ik vind Donjan Malen ook wel een hele goede optie. Ja, daar ga je weer. Kijk, en nou... Gewoon... Ja, dat is weer dat... Ja, gooi hem nog eens een keer in de lucht. Nou, kom op. Ja, wat doe ja, dan gaat hij. Ja. Kijk, hier zie je hem. Ja, ik ga zo het circus in, hè, die Sam. Ja, nou, kom maar op. Ja, je mag nog één keer nadenken. Ja, oké. Okay. Dan, omdat u me eigenlijk... Ik was er zoveel overtuigd, maar toch weer een beetje doen twijfelen. Ik kies dan denk ik toch... Nee, ik blijf bij wat ik zei. Wat ben je toch ook geschoft? Jezus, Sam. Hij neemt me gewoon in de maling. Want ik denk echt, hij gaat zich bedenken. Hij komt met malen. Nee hoor. Nee. Ik hou het gewoon lekker hierbij. Hij blijft bij Weghorst. Oostenrijk, wat gaan we doen? Winnen. Oh, we gaan winnen. We gaan winnen. Ja, dat is ook dat die Arnautovic is. Ja, Oostenrijk kan er natuurlijk ook geen reet. Kijk, Oekraïne was al niet geweldig. Maar die Oostenrijkers kunnen er ook geen reet van, hoor. Nee. Die moeten ook gewoon pakken. Ja, die kunnen leuk jodelen, maar dan houdt het wel mee op, hè. Hé, echt klaar. Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja. Nee, maar Oostenrijk Appelstroedel kan ook nog. Oostenrijk, lekker. Ja, lekker. Leuk zo. Ja. Klaar, hè, met die Oostenrijkers. Helemaal klaar. We gaan hoeveel wordt het? Hoeveel wordt het? Het wordt... Ik denk dat het 2-0 wordt. Maar dan gaat het niet Weghorst worden, hoor. Moet je opletten. Nee, de Pijn gaat nu even opstaan. Ja, die Weghorst wordt gewisseld voor tijd. En dan gaat die Malen gaat er 2 maken. Nou ja, mag van mij. En dan denk jij bij jezelf, had ik nou maar Malen gezegd? Ja, dan denk ik bij mezelf, die Harry had toch weer gelijk. Ja, precies. Dat is wel. Ja, dan ga ik echt denken dan, hoor. Ja, dan ga jij denken, ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou Sam, moet je horen, ik ben blij dat ik je even gezien heb. Zeker. Goed gesproken te hebben. En we moedigen het Nederlands elftal aan, hè, natuurlijk. 100%. Zo is het. Hey, de mazzel. Harry, hoi. Doeg.